stel je af. Vraag jij je nooit af waar, waar je Xbox, PlayStation, mobiel, telefoon, andere spullen zoals fruit, vruchten, eten, olie vandaan komt? Nou, het komt allemaal uit schepen uit verschillende landen. Zoals dit, de elektriciteit, komt uit China. De auto komt uit Japan. En dan gaan we hierheen. Cacao, dat komt uit. Kijk hier, Ajax, papier, alles komt uit verschillende. Welkom bij de geschiedenis van de haven. Hier ziet u een man bezig zijn met de boot in elkaar zetten. Met toen nog de oude schroevendraaier van de grote boten. Hier zie je een paar scheepvaarders. Deze mannen zorgen voor het rad. Dat ze kunnen draaien, kunnen sturen. Nou, zo, en dan gaan we hier naartoe. Hier zie je Chinezen aan het werk. Chinezen kwamen vooral hier naartoe om boten in elkaar te zetten. En andere dingen in elkaar te zetten voor de haven. In dit filmpje vragen we de mening van sommige mensen over de haven. Wat vindt u bijvoorbeeld van deze van de haven? Nou, er heerst altijd bedrijvigheid. Ik vind het heel leuk om in de haven te zijn. En nog meer dingen. De werknemers, vindt u goed dat het vervoer goed vervoerd wordt? Ja, het is één groot logistiek gebeuren. En in de haven hangt ook altijd Fernweh. Dat is een Duits woord voor verlangen naar de verte. Oké.